vondst van een Engelse bom vlakbij Burgers Zoo zet de hele dierentuin op zijn kop. Alle dieren moeten naar binnen. Er zijn taakstraffen geëist tegen de piloten die met hun Apache-helikopter in 2008 de Bommelerwaard en de Tielerwaard zonder stroom zetten. En geplette insecten tellen op je nummerplaat. Dat heet wetenschappelijk onderzoek. Met 120 splest het gewoon beter. Blijft ook beter plakken. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van maandag 23 mei. Commotie in Arnhem na de vondst van een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief wordt morgenavond ontmanteld en afgevoerd. Tijdens deze actie moet iedereen, ook de dieren, binnen blijven. De bom is vanochtend gevonden door een wandelaar. De alarmdiensten rukken meteen met groot materieel uit en de explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld. Het terrein rond de bom is afgezet. Het explosief blijft voorlopig op zijn plek liggen. Morgenavond willen de hulpdiensten proberen de bom te demonteren. Op deze manier kunnen omwonenden nog voorzorgsmaatregelen nemen. Zij moeten binnen blijven. Maar de bom heeft ook gevolgen voor de naastgelegen dierentuin, Burgers Zoo. Dieren naar binnen halen en goed kijken hoe het gaat verlopen. Contact houden met de instanties. En op het moment dat het gedemonteerd is, dan nog even door het park lopen en kijken of het allemaal goed is gegaan. Maar daar gaan we gewoon vanuit. De bom ligt nu nog in het bos. Totdat die onschadelijk is gemaakt, wordt de bom dag en nacht bewaakt. Meerdere fietsers zijn gisteravond beschoten in de Nijmeegse Prins Hendrikstraat. Zeker één persoon raakte daarbij licht gewond. De politie neemt de zaak hoog op. De fietsers reden van de Oranjesingel naar de Prins Hendrikstraat toen zij een knal hoorden. Een 40-jarige Nijmeegse voelde plotseling een scherpe pijn in haar bil. Ze heeft zich in de huisartsenpost laten behandelen aan een wondje. Wij nemen de zaak hoog op en we hebben ook al een buurtonderzoek ingesteld. Helaas is daar nog niets uitgekomen, dus wij zijn nog op zoek naar getuigen. In totaal hebben zich 5 mensen bij de politie gemeld die zijn beschoten. Het is inmiddels 3,5 jaar geleden dat een helikoptercrash een grote stroomstoring veroorzaakte in de Tielerwaard en de Bommelerwaard. De 2 piloten kwamen met een Apache-helikopter in de hoogspanningskabels terecht. Gevolg? Meer dan 50.000 huishoudens zaten 2 dagen zonder stroom. Vandaag moesten de 2 piloten zich voor de militaire rechtbank in Arnhem verantwoorden. En voor ons was verslaggever Marel van Steenbergen daarbij. Marel, wat wordt de piloten eigenlijk verweten? Nou, daar wordt de piloten veel verweten. Bijvoorbeeld dat ze onzorgvuldig zijn geweest. Onzorgvuldig in de voorbereidingen van de vlucht. Zo zegt het Openbaar Ministerie dat ze te weinig gekeken hebben op de kaarten. En waren ze niet op de hoogte van veel obstakels, als bijvoorbeeld hoogspanningskabels en masten in het gebied waar ze gingen vliegen. En ze zouden ook te veel risico hebben genomen door in dit gebied zo extreem laag te gaan vliegen. En dus zegt het Openbaar Ministerie, ik vind dat jullie taakstraffen verdienen. Voor de gezagsvoerder, dat is de oudste verdachte, een taakstraf van 100 uur. En voor de jongste, co-piloot, 50 uur. Nou, dat gebeurde allemaal in december 2007, je zei het al, en dat zorgde voor een enorme ravage. Op 12 december 2007 vliegt een defensiehelikopter tegen een hoogspanningsmast bij het dorpje Heurwenen, vlakbij de Waal. De crash heeft grote gevolgen. De Tieler en Bommelerwaard zit midden in een koude decemberperiode ineens 2 dagen zonder stroom. En dat heeft grote gevolgen voor particulieren en bedrijven. Die lopen door de stroomstoring miljoenen euro's schade op. Ja, Marel, een ongeluk met grote gevolgen dus. Hoe hebben de piloten eigenlijk zelf gereageerd? Nou, ze waren er vandaag weer allebei bij. En de oudste, de gezagsvoerder, die zit er zelfverzekerd bij, praat duidelijk. En als er wat gevraagd wordt, praat hij vooral met veel militair jargon. De jongste is totaal anders. Hij is zenuwachtig en weet vaak niet precies wat hij wil en wat hij moet zeggen. En eigenlijk zie je steeds zo'n blik in zijn ogen van, ja, waarom zit ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? Beiden voelen ze zich de zondebok in dit hele verhaal. Ze hebben het idee dat ze de aandacht moeten afleiden van de fouten die Defensie toentertijd maakte in bijvoorbeeld vliegopleidingen. Maar daar is het Openbaar Ministerie het absoluut niet mee eens. Nee, volstrekt niet. Zijn zij professioneel getrainde vliegers? Zij zijn degene die hun vlucht moeten voorbereiden. Daar krijgen ze steun van anderen, maar zelf zijn ze eindverantwoordelijk. En vervolgens in het vliegtuig moeten zij ook nog hun taken
uitvoeren. En dat behoort een van de taken is navigeren, kaart lezen. Ja, als je dat dan zelf niet goed doet, dan kan je de hele wereld wel van alles verwijten. Maar het blijft erbij dat zij, ja, als je het vergelijkt met een auto, zij blijven de bestuurder. Dus ja, wie moet er dan opletten? Ja, de bestuurder zelf, in dit geval de piloten zelf. Ja, de piloten moeten zelf opletten. Hoe reageert de advocaat van de twee piloten? Nou, ook de advocaat zegt dat er toentertijd gewoon door Defensie heel veel fouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in de opleidingen voor piloten. Inmiddels zijn er heel veel veranderingen in doorgevoerd, mede door dit incident. De advocaat had er vandaag 3 uur voor nodig om zijn kant van het verhaal te vertellen. En aan het eind van die 3 uur zei hij met een beetje een ingetogen stem: eigenlijk kent deze zaak alleen maar verliezers. En dus vindt hij vrijspraak voor zijn twee cliënten. Dus wat krijg je dan? Aan de ene kant het Openbaar Ministerie die zegt van: ik vind dat een taakstraf terecht is. De advocaat die zegt van: nee, ze moeten mijn cliënten vrijspraak geven. En nu is het aan de rechter, die krijgt ervoor 2 weken en 1 dag, komen aan op 7 juni. En dan zal hij zeggen wat hij vindt, of dat ze berecht moeten worden of niet. Marion van Steenbergen bij de rechtbank in Arnhem, dankjewel. Vanmiddag is het startsein gegeven voor de bouw van de tweede stadsbrug van Nijmegen. Deze brug moet het fileprobleem rond de Waalstad oplossen. En bovendien zal het aangezicht van de stad behoorlijk veranderen. Ja, u hoort het, we hebben wat problemen met deze reportage. Er zit geen geluid bij, die houdt u van ons te goed. Die ziet u om 7 uur. Ondertussen gaan we wel door met dat verhaal. Want om deze ingrijpende verandering van de stad vast te leggen volgt fotografe Thea van den Heuvel het hele proces rond de bouw van de brug. Deze beelden zijn gemaakt door Thea van den Heuvel. Zij volgt het hele traject tot de brug af is in 2013. Ze begon met niks, maar inmiddels is er al heel wat te zien. Het gebied, zowel het rivierlandschap als het stedelijk landschap, zou gaan veranderen. En dan is het belangrijk voor de historie om dat vast te leggen. En zo moet het er uiteindelijk uit gaan zien. De brug die de verkeersdrukte rond Nijmegen drastisch moet verminderen. De brug die begint in Nijmegen-Noord, Citadel. En het wordt een van de langste rivierbruggen van Nederland, vergis je niet. Alleen de Van Brineoordbrug is langer, dus dat vind ik al sowieso heel bijzonder. Dan gaat hij helemaal over de Waal, dan landt hij aan de overkant. Maar aan de overkant van de Waal is nog geen ruimte voor de brug. Daarom moet dit gebouw eerst worden gesloopt. Daarna is de andere Waalbrug voor verkeer toe aan een flinke opknapbeurt. Deze brug ligt er nu 75 jaar en werd geopend in 1936 door koningin Wilhelmina. 200.000 mensen aanschouwden dat spektakel. Op het bouwterrein van de nieuwe brug zijn bezoekers niet welkom. Maar uiteindelijk kan heel Nijmegen ervan profiteren. Nijmegen omarmt de Waal en dat betekent dat straks de rivier de Waal niet meer naast langs Nijmegen stroomt, maar door de stad stroomt. Via www.nijmegen.nl/stadsbrug. Is het hele traject te volgen. Het is inmiddels 5 jaar geleden dat de 19-jarige Melissa Ulrich een vreselijke dood stierf. Vandaag is er voor de Arnhemse een gedenkteken onthuld. Straks meer. De Salesiaanse pater uit Wijchen, die bestuurslid was van pedofiele vereniging Martijn, mag geen pastorale taken meer verrichten. Dat heeft de provinciaal overste van de Salesianen bekendgemaakt. De overste keurt het af dat de 73-jarige pater lid was van de pedofiele vereniging. NEC-doelman Jasper Cillessen uit Groesbeek zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden tegen Brazilië en Uruguay. Hij maakt daarmee zijn debuut voor het nationale elftal. En meer sportnieuws, Arnhemmer Theo Jansen gaat definitief naar Ajax. De politie onderzoekt 5 nieuwe tips over de vermissingszaak van Henk Peters uit Doorwerth. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. Peters verdween 2 jaar geleden. Zijn lichaam is nooit gevonden. Een verdachte in de zaak is vrijgesproken. De Zevenaarse Markt is genomineerd voor de prijs Beste Markt van Nederland. De markt strijdt samen met nog 8 andere markten om de prijs van het hoofdbedrijfschap detailhandel.
Het burgerinitiatief Hartekreet voor Natuur en Landschap is deels gesneuveld in de Provinciale Staten. Alleen voor 2 van de 5 punten was voldoende steun in het Gelderse parlement. Met de Hartekreet hopen natuurorganisaties te bereiken dat er voldoende geld naar de natuur gaat. Gedeputeerde Connie Biese uit Twello heeft een lintje gekregen. Ze is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten in de politiek. Ze is al 16 jaar volksvertegenwoordiger. De Henri Dunant, de boot die het Rode Kruis gebruikt voor vaartochten, is vanmiddag in de haven van Tiel tijdelijk ontruimd. Aan boord was brand ontstaan. De gasten, hun begeleiders en de bemanning moesten van het schip af. De brandweer kon de brand snel blussen. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. In de wijk Malburgen in Arnhem is vanmiddag een gedenkteken onthuld voor de 19-jarige Melissa Ulrich. De jonge vrouw werd 5 jaar geleden op gruwelijke wijze vermoord. De dader bond Melissa vast en stak haar in brand. Het monument staat tegenover de flat waar Melissa het leven liet. De onthulling van het herinneringsmonument voor Melissa Ulrich trok vanmiddag heel veel belangstelling. De gruwelijke moord op de toen 19-jarige jonge kapster maakt nu, net als 5 jaar geleden, heel veel emoties los. Het monument staat voor respect naar jou. Het staat voor verdriet, voor gebrokenheid en voor een oneindige warme liefde in een vorm van een hart. Heel belangrijk was de kleur roze. Veel mensen hier zijn ook in het roze gekleed omdat dat Melissa's lievelingskleur was. De spiegels en het grijs, dat is iets wat zij in de kamer veel had. Dus dat is toch eigenlijk de sfeer die bij haar hoort. De naam zoals die op het hart staat, dat is hetzelfde als de tatoeages van alle familieleden. Die hebben op die manier ook de naam op hun hand getatoeëerd. Het is een mooi hart, maar ook een gebroken hart. Melissa is haar naam die we meedragen in ons hart. En haar nooit zullen vergeten. Ik hou van je, Melissa. Melissa Ulrich werd 23 mei 2006 op gruwelijke wijze vermoord door een bekende. De toen 23-jarige man bond haar vast op bed en overgoot haar met spiritus en stak haar in brand. Hij kreeg 20 jaar cel voor de moord. De familie zegt dat de gemeente Arnhem in eerste instantie geen voorstander van het monument was, omdat het straatbeeld zou verpesten. Dat het te droevig zou zijn. De familie is blij dat de gemeente uiteindelijk toch toestemming heeft gegeven. Voor een andere is het een gebeurtenis, maar voor mensen als ons heeft het gewoon ons leven veranderd. Het is heel dubbel. Aan de ene kant is het heel mooi wat er staat. Aan de andere kant denk ik, ja, het had er nooit moeten staan natuurlijk. Maar het geeft me wel een soort van, ja, als ik het hart zie, van dat is Melissa. Ruim 560 provinciale statenleden hebben enkele uren geleden voor de Eerste Kamer gekozen. Normaal gesproken gaan deze verkiezingen geruisloos voorbij, maar deze keer zeker niet. De uitslag is namelijk belangrijk voor de continuïteit van het kabinetsbeleid. Ook op het Gelderse provinciehuis in Arnhem is er gestemd. En hoe belangrijk deze verkiezingen zijn, blijkt wel uit de moeite die deze man heeft gedaan om bij de stemming te zijn. Gisteravond zat hij nog op het terras in Italië. Ik was gisteren in Treviso, vlakbij Venetië. En ik ben gisteravond om 11 uur in het vliegtuig gestapt. En dat bracht hem op tijd in de Statenzaal in Arnhem, waar 55 leden hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. En die verkiezingen moeten exact om 3 uur beginnen. De griffier houdt de tijd bij. We gaan nu beginnen met de stemming. Een belangrijke stemming. Komt het kabinet CDA-VVD met gedoogpartner PVV in de buurt van een meerderheid in die Kamer? Een verkeerd vakje invullen kan fataal zijn. Wij zijn ook gewoon mensen en we kunnen ook een fout maken. En in dit geval zou het wel heel vervelend zijn geweest als we per ongeluk een fout hadden gemaakt. Dus ik heb ook echt 3 keer op de lijst gekeken of ik het echt wel goed deed. Alle leden worden 1 voor 1 afgeroepen en halen hun stembiljet op. Als dan iedereen gestemd heeft, kan er geteld worden. Heel belangrijk. Ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Dus ik probeer het even te volgen. Lijst 9, D66. Ik heb het nou niet meer gevolgd. Eén man volgt het al lang niet meer. Hij staat te trappelen om naar Schiphol te rijden. Ik moet om 7 uur weer vliegen. Gaan we weer terug. Zijn partij heeft waarschijnlijk 1 zetel in de Eerste Kamer. De gedoogcoalitie komt, zoals ze nu naar uitziet, net te kort. Woensdag wordt de officiële uitslag bekendgemaakt.
Ja, en volgens de voorlopige prognoses is inderdaad zo dat CDA, VVD met gedoogpartner PVV samen 37 zetels hebben in de Eerste Kamer. En dat betekent dat ze inderdaad de steun van de SGP nodig hebben om eventuele meerderheden te halen om er wetten door te krijgen. Zo'n 500 miljard sneuvelen er jaarlijks in het verkeer. Insecten. Maar hoeveel dat er precies zijn en waar deze zespotige diertjes leven, dat is onduidelijk. Om hierachter te komen wordt de hulp ingeroepen van automobilisten. Hoeveel insecten er precies zijn, weet niemand. Het zijn er in ieder geval ontzettend veel. Om toch meer te weten over de aantallen vraagt de Wageningen Universiteit automobilisten het aantal gedode insecten te tellen op hun kentekenplaat. Voor de autorit dient de kentekenplaat schoongemaakt te worden. En dan de weg op. Volgens eerder onderzoek zou er elke 8 kilometer één insect op de nummerplaat klappen. Na de autorit noteert de autobestuurder het aantal gereden kilometers en telt hij het aantal gesplashte insecten. En dat geeft hij digitaal door op de site Splashteller van de Wageningen Universiteit. Maakt het nu ook nog wat uit voor het insectenonderzoek? Hoe hard je rijdt? Met 120 splasht het gewoon beter. Blijft ook beter plakken. Maar ja, het is beter om in de file te gaan staan voor die insecten. Met de gegevens van de autobestuurders over het aantal dode insecten op de kentekenplaat kan de Wageningen Universiteit dadelijk meten hoe groot de insectendichtheid in elke regio van ons land is. Een grof cijfer is al bekend. Jaarlijks crashen 500 miljard insecten in het verkeer. Durven automobilisten een schatting te maken over hoeveel insecten er zijn? Een heleboel, want de wagen zit altijd vol. Maar nuttig zijn de kleine beestjes wel. Die zijn er toch ook nodig voor de natuur? Ja, ze doen veel goed werk, maar alles wat op mijn auto zit gaat weer af. Dus of er nou 10 of 20 zijn, maakt me dan ook niet zo heel veel uit. Onverbiddelijk. Ja. Ja, dan krijgt u van ons nog het weer. Vandaag met Amara Onwuka. Het waaide vandaag stevig door. Hoog in de atmosfeer zag je het. Bijvoorbeeld door de verwaaierde vliegtuigstrepen. Naast heel veel blauw aan de lucht. En dicht aan de grond, bijvoorbeeld aan zo'n fontein, kon je het ook zien. Heel veel waterdruppeltjes in de lucht. En met je rug in de zon zie je dat dan reflecteren door middel van een regenboog. Vandaag een mooie dag. Veel zon, wat onschuldige wolkenveldjes. Morgen zullen we weer zoveel zon krijgen. Gelukkig wat minder wind, maar wel wat lagere temperaturen. Ja, de afgelopen periode staat dichtbij een lage drukgebied. Daar hebben we nog steeds mee te maken. En er komt een kern door, wat minder wind voor de komende uren. Maar uiteindelijk wel weer een koufront. Waarachter zit wat koudere lucht. En vannacht komt dan vooral de bewolking door. Met heel misschien zelfs een heel klein beetje regen. Voor vandaag rond de klok van 12. Nou ja, veel zon, hooguit dat onschuldige stapelwolkjes. Het droogt eigenlijk ook weer een beetje uit. Vanavond in eerste instantie helder. En dan in de loop van de nacht trekt dat koufront door. Met meer bewolking en misschien een enkele spat. Temperaturen komen uit zo rondom de 10 à 11 graden. Met nog steeds redelijk wat wind. Maar het neemt allemaal steeds ietsje meer af. Morgen in de vroege ochtend, nou ja, ik denk op de meeste plekken droger, maar heel misschien dat het eventjes licht spettert. We hebben in eerste instantie nog redelijk wat bewolking, maar dat wordt al vrij snel minder in de ochtend. En vanuit het westen krijgen we te maken met flinke opklaringen. Maar daarachteraan dus wel wat frissere lucht. En dat betekent morgen temperaturen van hooguit zo'n 16 in het rivierengebied, 17 graden. Met de wind die nog wel steeds matig vanuit het westen waait. Die wind gaat er steeds verder uit. Want we krijgen te maken met een hoge drukgebied. Rustig weer, opbouwende temperaturen. Schitterend weer op woensdag. Flink wat zon. Donderdag de hoogste temperaturen. Maar in de loop van de dag wolkenvelden. Waarschijnlijk ook een enkele onweersbui. En daarna zitten we in de koelere lucht. Met vooral op vrijdag een aantal buien. Maar zaterdag gewoon weer het zonnetje. En overwegend droog weer. En dit was het nieuws van maandag 23 mei. Waarin u zag dat Burgers Zoo in Arnhem alle dieren naar binnen moet halen. Omdat er vlakbij de dierentuin een explosief uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. En dat in Nijmegen een begin is gemaakt met de bouw van de tweede stadsbrug over de Waal. Ik wens u nog een fijne avond.